Hey, Bartfalken hier en welkom bij mijn Mega Blender Training Serie Video nummer 70. De allereerste van het allerlaatste deel. Jij hebt je animatie helemaal af, je hebt hem gerenderd en nu is het tijd voor een beetje peper en zout van editen, clubcorrectie en natuurlijk vette geluiden. In dit deel laat ik je zien en in deze video een paar onmisbare tips over editen. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou: ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. En hier gaan we het eventjes over hebben. Wat voor een video editing programma ga je gebruiken? En moet ik wel een image sequence kunnen importeren? En wat heeft die animatie nou eigenlijk echt nodig? Maar eerst maar eens eventjes over welke. Je ziet hier een heel groot Blender logo met erachter een paar logo's van andere video editors. Ik zeg andere video editors. Nou, Blender zelf is op zich ook een video editor. Hij heeft een schermpje, dat heet de video sequencer. En daar kun je clips, blokjes achter elkaar zetten. En zo je video een beetje in elkaar knippen en plakken. Met wat overgangen en effecten en zo. Maar de functionaliteit van die video, Blender video sequence. Is eigenlijk best wel beperkt. Maar weet dat de artiesten van de Blender Studio, die, die al die vette Blender Open Movies hebben gemaakt, echt 100% alleen maar Blender gebruiken. Die uh, renderen hun animaties en die gaan echt niet dan naar een ander videoprogramma toe om dan uh, volgens de boel een beetje nog te editen en zo. Echt niet. Die gebruiken 100% Blender. Wow. Nou, ik zelf eigenlijk niet. Um, ik gebruik gewoon een ander echt videoprogramma. Want dan heb je gewoon veel meer mogelijkheden. Vind ik iets fijner werken. Maar goed, eh, dit is een, bijvoorbeeld een lijstje. Er zijn natuurlijk nog veel meer betaalde en gratis programma's en tools. Waarmee jij video een beetje kan knippen en plakken. Bewerken en geluid en zo kan toevoegen. Nou, even heel snel: Resolve. Ken je vast wel? is van Blackmagic en die is uh, gratis en ook super goed. Die kost geen cent, de gratis versie van Resolve. Uh, de betaalde versie kost, uh, weet ik veel, 200, 300 euro. Of misschien al duurde 400 euro. Ja, maar heb je hem niet nodig, want de gratis versie is super goed en heel erg goed in kleurbewerken. Dan Adobe Premiere. Heel erg bekend en wordt er uh, overal ter wereld heel erg veel gebruikt. Maar is ook best wel Duur eigenlijk. Of je moet er via je school wat gratis rrr, of goedkoper aan kunnen komen. Avid wordt veel gebruikt in echte televisiewereld en zo. Final Cut Pro van Apple. En uh, Hitfilm. Heb ik ook veel van op mijn website staan. Is ook de gratis versie van Hitfilm. Is ook best wel vet. Is iets makkelijker dan Premiere in Resolve. Maar toch veel uitgebreider dan de simpelere video-editors. Zoals bijvoorbeeld wie video. <coughs> capcut <tik> TikTok, hashtag China. Ik ben geen fan van cap uh, Kut, maar het wordt gewoon wel veel door jongeren overal over de hele wereld gebruikt die graag hun data aan China kopen. Nou, anyways, um, we video trouwens is een online video editor waar mijn leerlingen die ze ook gebruiken voor een examen DNP, maar dan kun je geen image sequence in importeren. Nou, hoe dan ook, je ziet het van professioneel tot uh, heel, heel duur, van simpel tot ingewikkeld. Kies zelf jouw eigen video editing programma en um, Check wel eventjes dus of je daar een image sequence kan importeren. Image sequence. Ja, zeker hebben we in de vorige video over gehad: werken met image sequences. Want wij hebben de animatie uitblenden niet geëxporteerd als. Een video, maar als allemaal losse plaatjes. Want als bijvoorbeeld jouw animatie 7000 frames was, dan heb je ook een map met 7000 plaatjes. En die wil je wel in één keer in je video-editor kunnen gooien en dat hij dat dan afspeelt en laat bewerken als een video. Meer daarover, kijk video nummer 69: werken met image sequences. En dan nu. Wat heeft jouw animatie eigenlijk nodig? Nou, natuurlijk geluid en muziek. Want hé, hey, in Blender komen alleen de plaatjes, de beelden. Maar een animatie zonder geluid of muziek slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus jij gaat aan de gang om al die geluidseffecten aan toe te voegen en natuurlijk vette muziek. En wat dacht je van kleurcorrectie en effecten? Misschien toch nog een iets andere tint of zorgen dat die gloed nog net iets feller is. En natuurlijk tekst. Misschien tussendoor, in ieder geval een, een, een titel of zo. Of een uh, aftiteling. Tergelijks. Maar bedenk eventjes, wat heeft jouw animatie nou eigenlijk echt nodig? Wat jouw animatie nodig heeft zijn andere ogen. Andere ogen die eventjes met een frisse blik kijken naar wat jij hebt gemaakt. En dan is het tijd voor. Kill your darlings in het Nederlands vermoord je kleine schatjes klinkt een beetje dramatisch maar zo is het wel want jij ja, hebt je ziel en zaligheid gestoken in blenden leren kennen de zorgen dat er iets vets uitkomt je hebt iets leuks bedacht iets tofs gemaakt je bent er nu helemaal klaar voor om helemaal af te maken met geluiden muziek luikreactie en dat soort dingen maar voordat je dat doet moet je er eerst echt iemand naar laten kijken die je wel een beetje vertrouwt natuurlijk maar die ook eerlijk durft te zeggen wat hij ervan vindt een voorbeeld want kijk dit is de teken van mijn zoon Chris in die paarse uh, lijn is de animatie zoals ik die heb gepland. In video 61 hebben we het daarover gehad over plan je animatie. Want dit was de tekening. Heb ik die roze lijn getrokken en al die puntjes gezet. En op die manier van tevoren al nagedacht over waar gaat de camera langs en hoe lang staat hij bij elk punt stil. En dat leverde mij een film op van 6 minuten en 15 seconden. Heb je deze film nog niet gezien? Link hieronder in de beschrijving en op media.nl. daar vind je hem. Nou, de eerste helft is dat mijn zootje die tekening tekent. En dan kom ik er opeens achter van, oh ja, ik kan er wel. Ik kan er wel ja, in 3D maken, super vet. En dan het tweede deel is dus de eigenlijke animatie, zeg maar. Nou, 6 minuten en 15 seconden. Ik heb dit aan wat mensen laten zien. En die zeiden van, ja, oké, okay, leuk, leuk, leuk. Maar het duurt eigenlijk allemaal een beetje te lang. Kan het niet wat korter? En toen dacht ik echt, oh, maar er zitten zoveel vette dingen in. Ik wil me niet alles eruit halen. Maar ik heb naar ze geluisterd. En ik heb heel hard de schaar erin gezet. En de tweede versie was 3 minuten en 22 seconden. En als ik ze eens even allemaal tegelijkertijd aanzet, dan zie je... Nou, dat de tweede gedeelte, de kortere versie, dus al veel sneller door hetzelfde heen gaat. Ik heb gewoon heel veel lol gehad om met mijn zoontje deze beelden op te nemen en erover na te denken en zo. En dan kom je dus met allerlei leuke toffe shots en beelden. Maar ja, die kun je niet allemaal in de film zetten, want dat duurt gewoon te lang. Kijk, hier is hij nog steeds aan het te tekenen en hier laat ik al de tekening zien. En die tekening hier is ook langer in beeld, zodat je als kijker ook beter ziet van... ...hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk in die tekening? En dus... Wat zie ik straks terug in de animatie? Moet je kijken, hier zit je gewoon veel langer naar de tekening te kijken. En hier zit je nog steeds te kijken naar mijn zoontje die op de computer de tekening uh, kleur geeft. En hier loop ik al naar boven. En dan bedenk ik me van. Oh ja, ik kan er wel uh, iets heel erg vets in blenden van maken. En hier. Kijk. Um, <laughs> Ik vond dit heel vet, maar het duurde gewoon te lang. En dat is heel vaak wat er gebeurt als jij bezig bent met je eigen projecten. Je, je, je houdt ervan, je gelooft erin. Maar eigenlijk, voor iemand die uh, dat gevoel niet heeft, duurt het allemaal te lang. En moet je gewoon kaart de schaar erin zetten en stukken eruit knippen. Alright, het is niet anders. Kill your Darlings, vermoord je kleine schatjes. Even een voorbeeldje van uh, puntje nummer 18. Dat is de plek waarbij deze bikini vrouw uh, voorbij zweeft. En deze gast op een parachute een marshmallow rooster bij het vuur van de straaljager. He? Je moet het maar bedenken. Oké, okay, dit is het uh, hele stukje. Zit er geluid bij? Ja, oké, okay, let op. Oké. Okay. Dit is zeg maar het lange stukje en dit is het geknipte stukje. Zie je? Het is veel, veel korter. En ik haal even, want ik ben weer een beetje gek van het geluid. Zo, even de geluid weg. Kijk, dit stukje uh, zie je dat de vrouw de hele tijd in beeld uh, langs vliegt. Eigenlijk maar. Dus de, van, van links naar rechts door het beeld vliegt hij de hele tijd langs. En in dit stukje heb ik dus, komt die vrouw erin en dan is er opeens aan de andere kant en dit stukje dat tussenin zeg maar dat snap je als kijker wel dus je moet echt op zoek gaan naar die stukjes die er gewoon uitkinnen, maar waarbij je, je verhaal nog steeds vertelt op die manier gaat het sneller en hou je beter de aandacht van je publiek uh, vast dus um, ja denk heel goed na over wat heeft jouw animatie nog echt nodig dus stel die vraag aan anderen. Wat heeft mijn animatie nog echt uh, nodig? In de volgende video meer over kleurcorrectie. En in de video daarna, nummer 72, over muziek en geluid. En dan de laatste video is een pep talk voor mij. Want dan ben je helemaal klaar. Goed, ik zie je daar. Maak iets.